Het einde van het ik. Wat een geweldig cadeau kreeg de mensheid. Een mooie creatie die we aarde noemen. De aarde is niet alleen een plaats om te leven en te genieten. De aarde zit vol schatten. Goud, zilver, allerlei metalen, edelstenen, olie, gas, brandstoffen en voedingsstoffen voor planten en dieren. Genoeg voor de mensheid om zich mee te voeden. En zelfs genoeg rijkdom om mooie dingen te maken, prachtige steden te bouwen, een wereld om samen van te genieten. De aarde is bedoeld om daarop vredig samen te leven, liefdevolle relaties te ontwikkelen en met elkaar gelukkig te zijn. Samen oud te worden en als generaties goed voor elkaar te zorgen. Voor veel mensen is dit geluk ook de realiteit. Ze weten wat samenleven inhoudt en leven dit uit. Toch slaan we als mensheid, naar onze beleving, steeds meer door naar uitersten. De balans raakt zoek. Het probleem begint bij de nadruk op het ik. Ik moet gezien worden. Ik moet rijk en succesvol zijn. In dit mantra ligt volgens velen het geluk. Het geluk van een onbezorgd leven waarin het ik ongelimiteerd kan doen waar het ik zin in heeft. Echter, als we het ik te veel centraal zetten, dan verdwijnt de liefde, want liefde gaat per definitie om de ander. Met het groeiende individualisme is ook een ongezonde groei in de economie. De zogenaamde extractie-economie, die als vrucht van het kapitalisme veel kapot maakt. Wat we steeds terugzien is de druk die voortkomt uit de eis van de aandeelhouders. Bedrijven moeten hun winsten voortdurend verhogen vanwege hun individuele zucht naar rijkdom. De focus op meer consumptie wordt aangewakkerd door dezelfde drang naar meer winst. Meer verkoop betekent meer winst en daarom moet alles op alles gezet worden om meer te produceren en te verkopen. Overconsumptie is echter de strop die nu voor ons hangt. Daarnaast is het beeld geschetst dat je succesvol bent als je in een korte tijd rijk wordt. En ook het tegenbeeld van de loser als dit niet lukt. Losers. De mensen die onwaardig zijn voor een dergelijk bestaan. De mensen die niet talentvol genoeg waren om rijk te worden en daarmee aan hun lot overgelaten dienen te worden. Ons kernprobleem? We zijn verslaafd geraakt. Verslaafd aan onze eigen ik-gerichtheid. En we moeten er zelfs voor waken dat deze ik-gerichtheid onze overlevingsstrategie wordt. Wanneer de schaarste toeneemt in een individu-gerichte samenleving, dan kun je op een punt komen dat het eigen doel van overleven alle middelen heiligt. Zoals met elkaar op de vuist gaan om toiletpapier. Terwijl de samenleving polariseert, genieten de rijksten, 1%, van een toenemend vermogen. Op sociale media is meer geld te verdienen met polarisatie, maatschappelijke onvrede en haat dan met positieve berichten. Algoritmes versterken daarom tegenwoordig de verontwaardiging en nepnieuws wordt onvoldoende aangepakt. Loopt dit verder uit de hand, dan is er ook veel te verdienen in de wapenindustrie. Hoe bizar is het dat haat en leugens goed zijn voor de verkoop, dat er massaal geld verdiend wordt aan de vernietiging van onze eigen samenleving. De huidige economie, die draait om extractie en telkens meer winst voor de aandeelhouders wil, leidt tot burn-out bij mensen en een opgebrande planeet. In plaats daarvan hebben we een economie nodig die ruimte geeft aan de planeet en ruimte creëert voor mensen en hun gemeenschappen. Daarom kiezen wij voor van extractie naar creatie. Hoe kunnen we een ander geluid laten horen? Hoe vertalen we een ander, meer rationeel ingestelde levensvisie in een economie? Hoe vormen we de economie om naar een economie die niet gericht is op exploitatie, maar op creatie? Een economie die teruggaat naar de kracht van het begin? Naar het liefdevol samenleven waar er genoeg is voor iedereen? Een samenleving waar jongeren niet gezien worden als gevaarlijke criminelen en waar ouderen niet gezien worden als kostenposten of goudmijnen, maar waar jong en oud met elkaar optrekken en voor elkaar zorgen. Een samenleving waar je elkaar kan vertrouwen. Creatie-economie is een zaak van generaties, van lange adem. Een creatie-economie vraagt om een overheid die dit ondersteunt en stimuleert
en het wangedrag van de 1% aan banden legt. Het motto, ik wil alles en ik wil het nu, leidt immers tot een kaartenhuis die op een gegeven moment instort. Je eindigt dan uiteindelijk met niks. Geen adem op te leven, geen mens om van te houden. En waar het ik angstig en alleen is. Het is het einde van het ik. Kies daarom voor vertrouwen, voor samen. Kies niet voor individueel succes, maar kies voor een levensstijl waarin jij elke dag je afvraagt, wat kan ik doen voor anderen?